de naam de Compact Disc Dummies is letterlijk gekomen door dat... Janus had twee cd-spelers. En ik had een synthesizer. En dat was echt... Dus Janus loopte gewoon zo heel de tijd. En ik speelde daar zo'n ding boven. En het was zodanig slecht. En het was zodanig slecht dat we zijn Compact Disc Dummies. Dummies. Hey, what's up? Ik ben Bert van Steenbergen van Holy Shit en je kijkt naar The Confessions, de show waarin artiesten hun zonden opbiechten en als nodig is vergeven worden. Vandaag met Compact Disc Dummies, een duo broers met twee full platen. Ze hebben al op bijna alle festivalpodia gespeeld. Ze hebben ook nog een Mia gewonnen dit jaar en ze zijn zo jong dat ze volgens mij nog altijd niet volgroeid zijn. Lendert en Janis van Compact Disc Dummies, welkom. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Jullie zijn zo rustig. We zijn wel rustig, hè? Maar het is hier ook een rustige sfeer. Een rustige omgeving. Dat is een beetje de bedoeling. Met een soort kaarslichtcirkel. Een soort van grote aureool voor ons allemaal ook, hè? Voilà. Het heeft iets heiligs. Het werkt wel. Het werkt wel, ja. We worden bekeken vanuit de hemel. Zo had ik het nog niet opgevat. Een beetje worden wel, bekeken. Beetje okay, is dat slecht of goed dat we bekeken worden? Nee, dat is goed. Een beetje controle binnen is perk, goed, binnen de perk blijft. Binnen de perk blijft. Is dat nodig ja. bij jullie? Ja. Om binnen een beetje controle? Beetje controle wel. Hè. Als ze echt nauw controle hebben, dan komt het niet goed. Mm. En over welke vlakken gaat dat dan dat jullie onder controle moeten gehouden worden? Losbandig leven, drugs, alcohol, is dat andere dingen? Dat is dan van, maar ik bijvoorbeeld heb heel veel dingen dat normale mensen kunnen dat ik niet zo kan. Bijvoorbeeld plannen. Alleen met auto rijden. Plannen. Dus dat zijn zo'n dingen, daarvoor heb ik wel... Heb ik wel een soort kompas of een reisgezel nodig. Dus die controle moet er af en toe al zijn. Ja. En zo boekhouding, iemand die de agenda bijhoudt. Het is niet zo sexy als losbandigheid, maar het is wel ook een beetje controle. Ja. Ja, als het gaat over planning en agenda, krijg ik precies al een indruk dat Janus daar iets beter in is. Ook niet. Ook nog niet. Nee, daarvoor hebben we een manager. Ja, hij weet het gewoon goed te zeggen van u dat nodig is. Maar ik weet gewoon, ik ga niet veel fouten maken. Lennart maakt heel veel fouten in planning. Voilà. Hij heeft ook moeite met meerdere... agendas te controleren. Niet zo om zeep. Zijn er wel echt grote dingen fout gelopen? Er is vandaag iets fout gelopen. Wat dan? Maar, ik heb eigenlijk de trouw van mijn beste maat, waar ik getuige ben, en ceremoniemeester. En die is verplaatst naar volgende zomer. Ja. En ik heb van de week ontdekt dat samen stond mijn show. Die eigenlijk al vast stond. Die eigenlijk ook al vast. En dus ik weet niet wat er eerst was, maar ik weet dat ik plots zie dat ze samen op dezelfde dag staan. Ja, en die show is ook moeilijk te verplaatsen. Maar wat wordt de uitkomst? Dat zal u zien. In zomer 2021. Ja, we gaan er over de tijd nog op moeten terugkomen, denk ik. Om te weten te komen. Ik ga alsjeblieft nog een telefoon krijgen. En zo gebeurt dat wel vaker gewoon bij jou. Nee, dat is echt zo erg is het nog niet vaak geweest. Maar dat is nu wel echt even iets van... Ik heb toch een vrij lange verontschuldigingsmail gestuurd. Maar naar wie? Dat ga ik nog niet zeggen. Je bent dan ook wel intussen goed in verontschuldigingen, misschien. Nee, dat valt wel mee. Het is te zien hoe je ze leest, zijn mails. Ja. Als je ze positief leest, dan is het positief. Ja, het is dat. Ik probeer er wel een positieve noot in te steken. Een geschreven tekst kan altijd slecht of goed overkomen. Laten we zien hoe dat je het leest. Inderdaad. Genoeg smileys erin steken, dat helpt. Dat is smileys. Maar dan kan je ook puberale overkomen. Ja, maar niet te veel. Er zijn 1 à 2 emoticons. 1 à 2 is dan een beetje de... Ja. En echte emoticons of dubbelpunt? Dat maakt op zijn niet uit. Okay. Zolang dat geen lachend kakskes is, maar zijn allemaal oké, denk ik. We gaan het natuurlijk ook hebben over jullie nieuwe plaat. Mm-hmm. Neon Fever Dream, uit sinds 14 mei. Mm-hmm. Dat is nu al even natuurlijk. 15 zelfs. 15? Denk ik. Excuseer, verkeerd. 15 mei, uit sinds 15 mei. Het is waar, het gelijk. Ja. Goed, hoe is het voor jullie geweest, de release van de plaat en alles daarna? Het was wel speciaal. Ja, het is een keer iets anders om binnen te zijn bij de release van je plaat. Ja. Ja, wat dat eigenlijk wel was, we hebben echt een periode...
keihard gewerkt. In de zin dat we hebben een soundtrack geschreven voor een reeks. Ja. Samen. Dus veel in de studio, dan de plaat afwerkt in de studio. Dus we hadden eigenlijk al een soort van quarantaine achter de rug. En dan plots moesten we naar buiten komen met dat album. En we hadden echt zoiets van, oké, nu kunnen we zo de vruchten gaan plukken. En kunnen we bij hen optreden en doen. En ja, als dan zo die festivals begonnen te vallen en zo, was dat wel lastig en even heftig. Maar we hadden zoiets van, we hebben het 1 keer uitgesteld. Ik denk dat iedereen in het begin zo nog positief was van, het zal wel 1 week lockdown zijn of zo en dan wordt het wel beter. Maar ik denk dat dan al redelijk snel duidelijk werd van, het gaat toch niet op 1, 2, 3 weer gedaan zijn. En dan hebben we eigenlijk zoiets gehad van, oké, we gaan hem toch dan uitbrengen. En op zich zijn we eigenlijk wel blij, omdat dat wel de kans heeft gegeven om creatief te zijn op andere manieren. Ik denk dat bepaalde promo-dingen zijn net heel goed gelukt. Omdat het fietscourier-verhaal is redelijk in de media opgepikt. Ja, dat is iets dat we anders niet gingen gedaan hebben. Dus om het even uit te leggen, je bent eigenlijk gewoon met de fiets, zoals Deliveroo of Uber iets, mensen jullie plaat gaan leveren aan de deur. Mm-hmm. Klopt. Bij 4 personen. Ja, bij 4 personen. Dat was al meer dan genoeg. Ja, sommigen dachten dat we dat bij iedereen gingen doen. Dat was of maar 4 personen hadden de plaat gekocht. Dat kan ook. Hè. Nee, dat was niet. Dat was niet. Maar, nee, de verkoop gaat goed. Wat eigenlijk een filmpje gemaakt en dan zo een soort dummy liver, nee, wat was het nu weer? Deliver Dummies logo ook gemaakt en zo. Dus dan was het zo van, oftewel gaat Deliveroo daarmee kunnen lachen, oftewel gaan ze ons voor de rechter slepen. En dan kregen we een bericht van, kijk, we willen eigenlijk meestappen in het verhaal en nog extra... Het is gratis reclame, hè, voor hen. Tuurlijk, zeker, ja. We hebben dan ook wel wat uitgelachen, maar ze vonden het toch wel grappig. Ja, maar het is goed. Het is inderdaad slim aangepakt. Dan we hebben een deal gemaakt dat ze geen werknemers meer gingen uitbuiten. Dus dat is nu en ze hebben dat wel nog niet geaccepteerd, maar het komt wel goed. We gaan ervan uit dat dat lukt onder druk van jullie. Hè. Dus, dat is sowieso. Het album zelf. Er staan 10 songs op. Mm-hmm. Het is 45 minuten lang. Dat wil zeggen dat het eigenlijk allemaal vrij lange songs zijn. Hè? Ja, dat heb ik wel. Dat is achteraf dan gebleken. Zo dat we eigenlijk maar 43 minuten op een vinyl kunnen krijgen. Ja, ook al, ja. En dan was bij ons... met de berekening van, 45 minuten. Dus dan hebben we een beetje moeten kiezen van, wat doen we? Doen we de plaat stiller of doen we minder nummers? Maar dat tweede konden we niet doen. Dus ja, het is ook niet dat we dan zoiets... Allee, we hebben echt lang bezig geweest ook met structuren. Dus het was ook niet van, de nummers kunnen echt korter of ze voelen te lang of zo. Ik denk dat het ook net leuk was voor ons om een keer niet te veel na te denken over van... Het moet de perfecte 3:20 zijn, maar eerder van, zit de flow goed en de moment dat het beu wordt, wat moet er dan gebeuren? Oftewel, moet er iets veranderen? Oftewel, moet korter? Allee, zo. Dus denk, en achteraf was het inderdaad van, het zit wel een paar serieus lange tracks in eigenlijk. Ja, maar inderdaad, zoals je zegt, heeft mij niet gestoord dat het lang was. Wel, dat was wel een bedoeling. Ja. Er zat ergens wel 1 fade-out dat ik dacht, die kon korter. Maar dat is dan misschien zijn de jaren 80, hè, de fade-out. Ja, wel, ja, dat is. Maar waarom kies je er dan voor bijvoorbeeld, om dat wel te doen op je plaat? Een fade-out? Om het verhaal zo ecologischer te laten uitdijnen. Ik vind ook eigenlijk jammer dat de fade-out is verdwenen. In de zin dat... Wat dat leuk is aan een fade-out, en ook de reden waarom dat... Want op 2 nummers staan, denk dat... En I Remember zit er ook een fade-out. Ja, absoluut. Ja. En wat dat cool is... Of het coolste aan een fade-out is dat je eigenlijk... Dus je fade-out en iets dat eigenlijk herhaald wordt. Maar juist als het zo begint te vertellen, introduceert je weer een nieuw element. Ja. Waardoor dat mensen zo toch zin hebben om dat opnieuw op te leggen of zo. Of toch zo bij de pinken blijven. En ik denk dat ook de eerste bedoeling was van een fade-out. Van ja, we willen niet echt zo datzelfde einde doen. En dan zorgen dat de mensen meer willen. Zo. Mm-hmm. Doordat het zo... En dan bouwen we weer iets op. Ah, het is gedaan. En dan kunnen we weer gewoon opnieuw starten. Ja. Voor goede gedachten. Ja. Ik had het niet direct ook zo bekeken. Ja. Het is inderdaad... Goeie, dan is het eigenlijk niet gelukt. Nee, maar ik denk dat is ook onbewust. Bij I Remember, verstel het. En op het einde komt er nog hi-hats bij. En komt er eigenlijk nog van alles. En we hebben dat dan zo in die fade-out gestoken. Klopt. Wat dat wel... En dat normaal origineel zat die fade-out. Dus dat was gewoon leef van loop. Nog 5 minuten. Deze plaat is er nu 4 jaar na Silver Souls, wat de debuutplaat was. Hoe komt het
dat het 4 jaar heeft geduurd? Veel redenen. Denk, ik hoop dat dat ook hoorbaar is, dat we vonden dat we op bepaalde vlakken nog moesten groeien. Ja. Mm-hmm. En denk dat de projecten die we hebben aangenomen, die op ons pad kwamen, hebben we ook wel aangenomen. Die Ideale Wereld. Ik heb een theaterstuk meespeeld. We hebben van alles eigenlijk gedaan. Maar eigenlijk was het al het jaar nadat Silver Souls uitkwam. Dat we en wij eigenlijk al aan nieuwe nummers geschreven. Dus in 2017 hadden we eigenlijk al die... denk een derde van de nummers dan er nu aan. Ja, pak dat we 2 of 3 nummers aan. Ja. Wel een derde. Is het dan wel een heel gestaag proces geweest met doorheen de jaren wel telkens wat nummers bij? Of dan nog de afgelopen 2 jaar heel veel ineens? Ja, alle twee zo. En ook een beetje door de EP ook geweest. Hè? Ja, met, ik denk dat we... Er zat nog een EP tussen. Ja, de EP heeft dan de laatste stuwkracht geweest om de album af te werken. Mm-hmm. Ik ben achteraf wel blij dat we ook wel die tijd hebben genomen, omdat... de verbetering dat we hebben gedaan zijn er ook maar gekomen doordat we er extra lang aan hebben gewerkt. En anders ging het voor ons ook niet, en voor veel mensen hoor ik ook, niet voelen als een stap vooruit. Mm-hmm. Zowel productioneel als op songwriting gebied. En denk al die opdrachten dat we ernaast hebben gedaan, hebben er wel voor gezorgd dat we weer iets meer ambacht in ons hebben. Dus denk dat eigenlijk komt het echt daarop neer. Gewoon een soort van ambacht kweken. Gewoon dat het ding is, bijna vanzelf een nummer kunnen maken. We hebben ook niet stil gezien in die 4 jaar. Dus het is niet dat we zo 4 jaar echt zo constant met die nummers zijn bezig geweest. Dat was gewoon, want die nummers gemaakt in 2017, dan hebben we er zo heel de tijd zo op de achtergrond daarmee bezig gezien. Maar dan kwamen die andere projecten en dachten we kunnen dat samen doen, maar dat is keihard mislukt. Die Ideale Wereld was ook gewoon... intens. Nam ook wel veel tijd in beslag. Dus dan hebben we toch een plaat kunnen maken. En de zomer dat iets rustiger was. Maar ja, uiteindelijk inderdaad. Je begint gewoon direct te schrijven. En dan... Het ding was, na Silver Souls hadden we zoiets van... Nu moet het niet meer zo lang duren tegen dat we weer een nieuw hebben. En nu hebben we dat weer. Ja. Maar nu hoop ik echt dat we... het is wel de bedoeling dat we deze zomer al samen een nieuwe ding weer gaan schrijven. Dat we het niet te lang laten liggen of zo. Ja, veel of grote shows kan er voorlopig toch niet snel aankomen. Dus het is veel tijd om weer te werken en te schrijven. Ja, voilà. Dus, hè. Laat ik er zo'n beetje druk op leggen. Ja. Voor jullie. Maar we zijn niet alleen. Dat geloof ik ook wel graag. Nee, maar ik denk dat ik me herinner dat toen met de EP... Mm-hmm. Heb ik jullie ook eens gezien of gesproken. En ik denk me te herinneren dat je toen ook hebt gezegd dat de EP inderdaad ook zo wat... een shot in het gat was om dat album te moeten afkrijgen. Ja, en dat heeft wel geholpen ook, omdat dan zo... Dat was zo weer, als er 4 jaar tussen zit, was dat zo weer het eerste contact met het publiek. En je nummers beginnen zo weer wat te leven. Ja. En dan hadden we weer nieuwe ideeën daardoor. Ja. En je begint wat live te spelen. En dat gaf ze een goeie extra energie. Ja, met die EP het momentum. Eigenlijk een pop-up show en zo. Ja, voilà, zo'n ding zo ook. Maar uiteindelijk, waarom we de EP gedaan, is ook omdat we met nummers zaten. Dat we nog niet klaar zijn. Ja, ook. Maar we zagen het ook niet. Ja. Maar we zagen het ook niet zitten om zo... Weet je, een album, dat moet echt een verhaal zijn, dat moet kloppen. En daarom dat er ook zoveel werk in kruipt. En met een EP was dat een soort van vrijheid van... We kunnen eigenlijk met 4, 5 nummers kunnen we zo wat doen wat we willen. En we zien wel zo. En dat gaf wel een soort nieuwe dynamiek om dan dat album af te werken. Zo. Ja. Je had nu net al over groeien tussen die eerste en die tweede plaat als ertussen. Maar ik vind inderdaad, er zit veel meer variatie voor mij in deze plaat dan in die Silver Souls. Mm-hmm. In de nummers ook. Mm-hmm. Hoe voelen jullie dat aan? Ik denk dat wij op veel vlakken gegroeid zijn eigenlijk op die laatste plaat. Productioneel, maar we hebben ook veel meer zelf gedaan. Yeah. Waardoor dat we ook iets meer controle hadden over veel meer zaken. En dat we er ook veel meer naar geluisterd hebben, denk ik. Dat zo wat de stimulans was. En dat we ook een paar nummers hadden die eigenlijk nog niet... die zelf nooit op de plaats gestaan hebben, maar waar we wel veel aan gewerkt hebben. Mm-hmm. Waardoor je dan zo hoesting krijgt om nieuwe nummers te schrijven. Ja, bij de vorige plaat was het echt zo... Dat waren de 10 nummers. En dan was dat een nummer tekort. Ja, vooral want bijna een nummer tekort. En nu was het... Ja, het klopte meer. Of we hadden iets meer nummers over om dan zo te kiezen en te doen. Zo. Maar ik denk dat iedere plaat is ook wel een reactie op je vorige. Dus er waren gewoon veel dingen dat we wilden anders doen. Daarom niet... we zijn altijd nog content over de plaat, de vorige. Maar waarschijnlijk houden we dat over deze ook binnen 2 jaar niet meer zijn. En willen we ook weer iets anders doen. Ik denk dat zo... het is altijd zo afzetten tegenover het vorige werk. Mm-hmm. En dat zorgt er wel voor dat je weer vooruit... Op Silver Souls
vond ik dat er een risico in zat dat het te makkelijk eentonig zou worden, mm-hmm. over heel de plaat gezien. Mm-hmm. Dat vind ik dan in deze echt totaal niet. Mm-hmm. Denk gaat nou, in elk nummer zitten er wel dingen die even een punch geven of mm-hmm. een helemaal andere tour op gaan. Ja, wat dat het voor ons ook wel belangrijk was, of dat in die zin ook wel, allee, wat dat ook bepaald heeft, is dat er bepaalde demo'tjes waren dat ik gemaakt had, dat ik niet dacht dat het voor de dummies mm-hmm. was. Dat ik echt dacht van, dat is zo een of ander zijproject of dingen. Zo. En dan de moment dat we daar samen aan zijn beginnen werken, hadden we zoiets van, maar als wij dat samen dummies. Doen, ja, het is dat, wij zijn de dummies, dus dan gaat dat sowieso dummies worden. Ja. En dat zijn dan de nummers die ervoor zorgen dat er toch zo aan een andere wind is. Ja, ja. Ik zo, Fell in Love with a Hologram en Everybody's Lonely, dat waren eigenlijk zo geen dummies nummers. Dat is ook niet zo Four to the Floor, waardoor dat wel, denk ik, een andere dynamiek wat creëert. Zo. Je spreekt over de dummies, mm-hmm. want jullie zijn eigenlijk al langer bezig dan dat ik bijvoorbeeld in mijn hoofd heb qua idee. Want ik zei toen, jullie zijn eigenlijk nog jong, mm-hmm. maar het is wel van wat, Humus Rocklight 2012? Ja. Ja. Dat is eigenlijk al lang, hè? Ja, dat is, ja. Maar eigenlijk zijn we al 2 jaar ervoor. Ja. Maar 4 is overdreven. 2. Deze nacht zijn we gestart, hè. Maar het zit niet zo in mijn hoofd dat jullie al zo lang bezig zijn. Ja, eigenlijk wel. En het is ook grappig. Toen kwamen we nog niet overeen. Nu is dat al dat is mijn broer toch altijd. Ja. Het is ook wel grappig, want veel mensen zien ons inderdaad nogal jong, maar eigenlijk... En we zijn bijna even oud, denk ik. Ik weet niet, ik ben 27. Ik ben ook 27. Allee, voilà. Ik word dit jaar 28. Ah ja, kijk. Dus, ik ben 35. 25. maar ja, die perceptie... Een heel jong imago, ja. Ja, misschien wel. Ik denk ook, en er was iemand die dat zei, dat het moment dat je bekend wordt, dat vaak een lange tijd, of dat die perceptie van hoe dat je op dat moment bent, dat dat nog lang blijft aansluiten. Ja, ja. Dus stel dat je, dat staat nu Billie Eilish of zo, dat die voor veel mensen voor nog 5 jaar of 10 jaar 18, wel zo 18 jaar gaan blijven. Zo. Ja, maar dat is wel. En ja, dat wel niet makkelijk is om dat ook zo wel van je los te af te schudden. Maar bij jullie is het ook niet dat een probleem is, hè? Nee, want ik vind wij vinden al twee belangrijk dat dat jeugdige daar wel wat in zit. En dat we dat ook niet verliezen. En dat die kinderlijke verwondering en mm-hmm. blik, dat moet daar altijd. Allee, zelfs als ze 40 zijn, moet dat daarin blijven, mm-hmm. vind ik. Is er voor jullie nog een belangrijke evolutie geweest in de dummies nu in al die jaren? Ja, alles, ja. Ja, bijvoorbeeld het begin. Allee, als we spreken over 2010. nu komt hij. Als we wachten, spreken. Als we spreken, als we spreken over 2010, dus dat is 10 jaar geleden. Was ik 17 jaar, en waarde hij 15 jaar. Ja, wat wisten wij van de wereld? Ja, niets, hè. Ja. En wij waren... Allee, de naam de Compact Dummies is letterlijk... gekomen door dat... Janus had 2 cd-spelers. En ik had een synthesizer. Ja. En het was zodanig slecht. En het was zodanig slecht dat we zijn compact disc dummies. Dummies. Ja. En dat was echt... Dus Janus loopte gewoon zo'n hele tijd. En ik speelde daar zo'n ding boven. En dan hebben we dat keer opgenomen. En dan had ik een koptelefoon met lichtjes aan. Het was eigenlijk super experimenteel in het begin. Want wij, onze invloeden waren net zo... Nine Inch Nails, Crystal Castles, Cabambino, maar echt zo'n zware elektronische ding. En we hebben ook, het eerste dat we gedaan hebben, was eigenlijk een coverwedstrijd in Deslegem, dus het dorp waarvan we zijn. En de grap was dat ik speelde toen met mijn andere band daar en ook met de Dummies. Omdat dat was iets meer rock, hè? Ik maakte dan 2 keer kans om de prijs te winnen. Ik weet al niet meer wat de prijs was. Het was echt 25 euro waarschijnlijk. Een trofee. Een bon. En welke covers waren het? Dus we mochten dat kiezen. Wij hadden Seven Nation. Ja, Seven Nation Army en Billie Jean. Maar onherkenbaar, hè. Onherkenbaar, hè. Dus mensen... Zo gewoon, want we hebben de Seven Nation Army met een iconische baslijn. Dat ook gewoon onherkenbaar. Nee, dat zat er niet in. Veel snares. Dat we... Ja, het was zo wat Venetian snares bijna. En dan, ik denk als mensen toen tomaten aan hadden, dat ze er wel aan mee spelen. Sowieso. En het gemiddelde leeftijd van het publiek was ook zo 55. Dus ideaal om denk Seven Nation Army te pakken. 55 en veel omhoog. 70, 80, dat was ons publiek toen. Dus ik denk dat er zat heel veel rebellie in het begin. Dat is goed, hè? Ja, dat is goed. En ik denk in de rockradio ook nog... Allee,
ook muzikaal gewoon. En denk dat we dat altijd wel zijn blijven bewaren. Maar we hadden al snel iets van, we willen eigenlijk wel popsongs schrijven met een hoek af. Mm-hmm. En dan dat die zoektocht zo, en die evolutie, dat wel een belangrijke drijfveer of zo. Dat zit er ook nog altijd in, denk ik. Ja, zeker. En ik denk dat die combo gaat er... Allee, denk dat ons nooit echt zo'n mega cheesy als zijn van... We gaan nu echt proberen top 40 te gaan. Want daar zijn we eigenlijk niet mee bezig. We vinden bepaalde elementen. Nee. Eerlijk toegeven. Als je niet kunt... Zouden we het niet kunnen? Ik durf mee in je spreken. Maar... Solo kan het misschien. nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat er een... hoe moet ik dat zeggen? Er zit zoiets in van, die sound en die sound vinden we cool. Bijvoorbeeld uit een top 40 hit. We zijn er snel over eens van, dat vinden we wijs, dat vinden we niet wijs. Mm-hmm. Maar we zijn er dan niet mee bezig als we dat maken. Dan willen we vooral van, wat past erbij en wat niet. En dan wordt dat wel of niet een hit af en toe. Mm. Het is niet dat het echt heel berekend is of heel beredeneerd. Of als je iets maakt... Is die hoek er dan meestal al af? Of moet je hem soms echt nog er zelf afhalen? Denk dat die... Daarin begint hij eigenlijk. Ja, het is dat. Denk dat de demo's vooral de verf genoeg af hebben. En dat pas ietsje gepolijst wordt naar het einde toe. Of omdat we daar ook echt slecht in zijn. In afwerken. Maar iedereen, dus, juist. Ja, dat is maar dat is het moeilijke voor iedere band. Hè. Ja, maar... Het uw idee... Babbel niet over ons. Hè. Ja, maar ja... Ja, nee, het is waar. Wij misschien nog last. Nee, maar bedoel, algemeen. En waarom is dat dan zo moeilijk om het af te werken? Omdat je niet exact je idee er kunt zetten? Like omdat, of? Nee, omdat dat als volgt is. Dus, je begint met muziek te maken. Dat is het chicste gevoel dat er is. Je zit met twee in de studio. Zeker. Je draait dan wat knoppen en zo. Wat. En op dat moment is het het vetste dat je ooit hebt gemaakt. Het duurt ook 7 minuten minimum. Ja. Hey, dus dan denkt je, dat is het vetste nummer ooit. Je luistert de volgende dag. Het is iets van, ja, maar dat en dat. En de magie van de eerste keer, dat is al weg. En dan moet eigenlijk beginnen met, oké, hoe kunnen we dat nu wel... bottelen, bundelen en hoe krijgen. En ik denk dat voor veel mensen denken dat dat enkel over dat eerste deel gaat. Maar om dat ook goed te laten klinken, is er nog zoveel werk en dingen. En dat zo, veel mensen hebben zo de perceptie van een 3-minuten-song. En dat ging van, ik had dat idee, bijvoorbeeld dat Paul McCartney zei, ja, Blackbird, ik zat aan de schrijftafel en ik had dat idee over een vogel dat ik zag. Dan denken mensen van... Van begin tot einde heeft dat daar geschreven en heeft dat opgenomen. En dat is geperst en dat is het. Terwijl dat, oké, je hebt dat idee en dat komt vanzelf. En de basisding ligt er. Maar dan wilde ook wel dat steekhoudt tussen de andere dingen. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld op de radio komen of gewoon kwalitatief goed zijn. En dan kunnen daar, als je wilt, kunnen daar 7 jaar mee bezig zijn. Ja. Met één nummer gewoon te proberen zo perfect mogelijk te krijgen. Er zit saai werk aan, zoals dat sowieso, in veel jobs zijn. Ik denk dat het lekker is dat dat schildert of zo. De laatste fases zijn ook, de afwerking als een mixen en mastering. Dan weet nog dat iedereen rondom mij gewoon zei van... Zeg dat nummer nu nog niet boeien hoort. Maar dat is gewoon omdat hij zelf hoort te verschijnen. Maar voor andere mensen is dat dan zo mini. Ja. En tegelijk is het lekker met een schilderij als je bezig bent. Je moet op een bepaald moment echt zijn stop. Want als ik nu verder ga, is het gewoon een vlek. Zo. En is het gewoon, zie je niet meer wat dat zo tof maakt. Ja. Hoe is de nieuwe plaat eigenlijk gemaakt de afgelopen jaren? Hoe werken jullie daaraan? Meestal, hoe dat meestal gaat, is ik heb een soort demootje van op mijn computer. Dat kan soms gewoon één melodietje zijn, soms is dat iets meer. En dan de tweede stap is echt in de studio gaan, bij ons thuis, in Desselhem, dus in onze studio. En dan eigenlijk met twee eraan sleutelen. Beginnen werken. Hè. En soms neemt dat een heel ander pad, of soms is dat zo heel dicht bij de uiteindelijke versie. Mm-hmm. We hebben ook een nummer dat we gemaakt hebben dat eigenlijk volledig from scratch was. Dat gewoon wij twee in een... I Remember was er van scratch. Ja, en Neo Fever Dream ook. Ja, ook, ja. En dat zijn zo twee nummers dat we... we hebben dat nog niet veel dat gedaan. Dat was ervoor nog nooit gebeurd. Ja, dat echt zo gewoon met twee, dat we een jam waren.
in onze termen. Mm-hmm. En dan kwam dat daaruit en dan is dat toch iets unieks als dat eruit komt of zo. Want voor u is dat dan van, dat gaat over. Van, had ik dat alleen nu iets gestart, was dat er waarschijnlijk niet uitkomt. Dus dat is ook wel tof. Anders, ja. En dan denk ik in de latere fase, wat dat nu ook een verschil was met de vorige plaat, is dat we wel een paar keer zo in afgebakende periodes iets gedaan hebben. Zo naar een hoeve geweest in Brakel. Een fameuze periode waar Janus geramd is geweest door een beest. Dat kun je zien op de Neon Fever making-of documentaire. We hebben zo vier delen op... Ik heb er nog niet bekeken, mijn excuses. Moet je doen, op Facebook en op YouTube. Moet ons volgen, hè. Ja, kom. Janus wordt aangevallen, geramd door een ram. Ja. Ik was hem wel een beetje uitgemaakt. Dat was eigenlijk een ram die in een weide stond. Maar er was daar zo'n hek. En wij sprongen over dat hek en dan tot als de ram kwam en dan sprongen we weer over dat hek zo, om hem zo, dat hek om hem zo een beetje uit te dagen. En hoeveel keer is dat gebeurd? En dat is denk ik 6 keer gelukt. En dan zei Lennart zo van aan de zijkant, en nu een keer super lang. En ik en sta daar zo. Die keer nog mee gesprongen? Nee, dat was ik alleen. En moet ook vertellen dat Joko, de fotograaf, was er ook. En daarom is het op beeld gelegd. Ook. Dan springen we daarover. Die ram komt op mij af. En ik denk, ik spring daarover. En ik kijk achter mij. En die ram komt gewoon op mij af. En dan kent je vriend, maar wat is er dan gebeurd? Ja, dus zij is omgelegd en wij zijn gewoon weggelopen. Maar ik zat vast in die weide. Ja, dus hij zat vast in een soort levensstruggle eigenlijk. Met een beest. Ja. Dus dat is wel, om even terug te komen op dus de hoeve. Ja. Dat was een afgebaande periode. En dan hadden we nog in Limburg, hebben we dan ook zo'n weekend. Ja. Dus dat waren zoals schrijfweekend, gewoon grief mee. Dat hadden we eigenlijk ook nog nooit gedaan. Dat hebben we daarvoor nog nooit gedaan. En dat heeft ook wel veel gedaan. Ja. Zo. En dan, ja, natuurlijk de laatste periode was met Luc Cox, die ook geholpen heeft bij Shameboy, die ook geholpen heeft bij het vorige album. Ik denk dat we eigenlijk 3/4 is gewoon bij ons in onze studio in Westen gebeurd. Ook voor de goedkoop een beetje. Maar het is zo, ja. Nee, ja, dan gaat het de studio bij de ouders thuis, waar je veel lawaai kunt maken. Voilà, het is dat. En het staat ook alleen, dus we kunnen tot 3 uur s'nachts doen. Jullie hebben ook een playlist online op Spotify, Neon Fever Radio. Ja. Waar eigenlijk heel veel inspiratie, noem jullie het, voor de plaat in staat. Prince naar Bowie. Heel bekende dingen. Ook heel veel gewoon Belgische, minder bekende namen die daarin staan. Dus dat is de muziek die jullie heel doelbewust luisteren en opzetten om wat inspiratie uit te halen. En nu dat de plaat uit is, komt er gewoon zo wat ding bij, denk ik, dat we gewoon dat je achteraf denkt. Ook of van, dat je achteraf denkt, ja. Ah ja, dat was een inspiratie. Inspiratie. Maar dat je dan op het moment zelf niet door hebt, omdat je dat met die andere dingen jullie dat vaak gewoon muziek gaan opzoeken of opzetten om te proberen inspiratie uit te halen? We zijn wel, we steken elkaar wel heel hard aan. We zijn wel gasten die echt zo iedere week of om de zoveel tijd wel een keer zo zeggen van het dal hoort, dus ook iets nieuws ontdekt. En we proberen elkaar daar wel in te voeden. Ja, zo. Ja. En we proberen dat ook gewoon zo breed mogelijk te doen. Dat kan echt zo zijn, hier zo... Oh, die playlist is effectief. Voilà, dat ging echt soms wel, was ik zo heel in de band van zo Steve Reich en dan zo oudere Japanse 80s synthpop zo. En dan liet ik dat ook horen en zo. En dan ook moderne dingen. Dus ik denk dat dat ook... We vinden dat wel ook de max, omdat ze zo super breed... Ja, ja. En dat is wel leuk ook als mensen de plaat horen, dat ze zo zijn van... Je voelt heel veel invloeden, maar het is nooit te veel één iets waardoor dat hoorlijk levendig is of rijk is aan invloeden en knipogen. Dus die knipogen zitten er ook wel vaak bewust in. Zo. Is er iets van een bepaald nummer uit die playlist of ergens anders dat jullie echt hebben gebruikt of als directe inspiratie wel hebben directe gepakt? Inspiratie. Bijvoorbeeld Millionaire begint met een soort marimba die de hele tijd geleerd wordt. Zo. En dat was echt die vraag. Dat was gewoon zo, zodanig is die vraag beluisterd met zo die marimbas en die ding dat we zo een knipoog en een verwijzing daarnaar wouden doen. Dus dat over kleine dingen. En dan dus ook hetzelfde nummer. Ook een solo uit een Japanse
Was dat een Japans nummer? Nee, Easy Life zit er een... Of, maar ja, nee. Moet dat eigenlijk niet zijn, want nee, ze gaan ze opzoeken. Maar nee, want we hebben dat echt gedaan. Even, ik bedoel, een gitaarsolo. Nee, nee, ah, die... Zowel de Confessions, hè. Dus ja. Als er iets op de biechten valt, sorry. Nee, het zit maar één sample in heel de plaat. Dat en dan, is niet... Dat is nee, de Nander is inderdaad, maar dat is niet Japans, hè. Dat is van die, van die Lee Fields. Ah ja, Lee Fields. Ja. Goeie discussie, dit ook, okay. Nee, maar er was inderdaad iets dat we zo... Eerst als sample eraan instoot en dan heb naspit en een beetje veranderd. Ah, ja. Maar het was wel helemaal de... anders. Maar het was gewoon qua sfeer. Ik heb nog niet zoen. Dus nee, totaal het is ook gebruikt totaal voor... Dus daarom dat je al zo... Ja, ik probeer wat in te zeggen. Ik zeggen van samples recht. Oh, het is niet altijd. Ik wil wel bij de volgende plaats zo echt wat goede samples erin steken. Ja, de truc is, betaal. Als je echt samples wil gebruiken en er niet voor betalen, is dat nummer niet officieel uitbrengen. Mm. Maar ja, dat is ook saai. Romeo Elvis, zijn grootste hit, Brussel Arrief, is nooit officieel uitgekomen, omdat dat echt een sample is die niet gecleared was, echt? Voor zover ik weet. Okay. Dus ja, kijk, het kan, hè. Dingen was de Antidote van Travis Scott. Mm. Hetzelfde nummer dat daar in gesampled is. Ja. En wij ook zo wat herwerkt en opnieuw... Maar dat is gewoon... We hadden dat eerst gebruikt als solo. En dan was dat... Veranderd, ja. Was dat van... Eigenlijk is dat vreemd. Cool. Ze kunnen ons niet zoen. Welke song zit die? Millionaire, op het einde. Okay. Ja. Dat is goed, mag ik nog eens luisteren? Ja. En dan hebben we expres zo een sample kwaliteit proberen. Zo, kennen ze. Maar we horen ons wel praten op het einde, maar dat is een reverse. Ja. Dus hacken dingen. Daar zijn we ook wel mee bezig geweest. Ja, het meest voor de hand liggende is dan bijvoorbeeld zo on repeat, de intro. Was dan echt van, oké, we gaan echt mensen op het verkeerde been zetten. Ja, die de plaat opleggen. Eigenlijk nu nog over beginnen, want het is heel dramatisch het begin. Voilà, ja. Maar dat was echt een letterlijke... we waren alle twee zot van Columbo, die reeks. En daarin zat er zo muziek van zo Henry Mancini en zo. En we hadden zoiets van, hoe zou dat zijn? En bij dat nummer, dat zou ik wel passen en zo. Maar we hebben eigenlijk alles eerst zelf ingespeeld. En dan op het einde zo de sax en de drums zijn dan door iemand anders nog gedaan. Maar... En dat is ook wel leuk. We zijn wel gasten die... als je ons vraagt van... Schrijf zo'n keer een western opera of zo. Dan denk ik dat we dat wel zouden kunnen. Omdat het uitdagend is. We zouden dat luisteren van waar komt dat. En dan kunnen we dat wel zo bij elkaar zoeken en doen zo. Wat dan vooral opvalt... Voor mensen die misschien nog niet de volledige plaat hebben doorgeluisterd. Mm-hmm. Dat begin van de plaat... Vooral Shame on You. Dat begin van On Repeat... Als je dan de volledige plaat luistert en aan het laatste nummer komt, de laatste 20 seconden daarvan, komt dat eigenlijk terug. De cirkel is klopt. Rond. De cirkel is rond en als je doorluistert, begint dat eigenlijk niet in het eerste nummer, maar in het laatste. Inderdaad. En dat hebben we geleerd van nu gaat het de meest onderschatte Belgische band. Moet er een drumroll komen? Of? De meest onderschatte Belgische band ooit. Toman. Ah, ja. Ja. Werewolves, ja. En dat was zo, ja, dat was, daar hebben we dat is eigenlijk gehoord. Een plaat die constant... Dat je zo ook inderdaad heel tijd kunt doorspelen. Dat was zo heel verhaal, cool. Het was met een stripverhaal bij en al. Heel coole plaat. Ik heb het daarnet nog gezegd, dit zijn de confessions. Mm-hmm. Dus net al een kleine confession over de plaat, wat dingen. Maar ik had jullie ook gevraagd om op voorhand alles na te denken over wat jullie willen opbiechten. Mm-hmm. Ja, wat hebben we? Dus hier is de eerste vraag. Wat willen jullie vandaag als Compact Disc Dummies opbiechten? Opbiechten? Onder elkaar? Dat mag naar mij maar als zijn. Als we over elkaar aan ben, dan is het wel dat komt straks nog. Nog niet alles ineens. Nee. Dat mag muzikaal zijn, dat mag persoonlijk zijn. Geen regels of boundaries hier. En ik hoe moet denken ze? Het is niet echt over nagedacht, dus... Nee. Jawel, er is over nagedacht. Daar heeft een auto, maar dachten we van... Het was echt moeilijk, ja. Zo, We kunnen rustig beginnen en straks nog verder gaan. Hè. Ja, het is dat. We zullen beginnen met een... Maar een algemeen kende van ons. In onze entourage, want er is nog over ja, gehad. Ik weet het, maar en we hebben ooit een show gespeeld. Ik weet niet meer waar dat was. Niet nader genoemd Belgisch Festival. Er was een DJ die na ons draaide en die heet Lazy J. Mm-hmm. En die DJ was aan het draaien en onze... iemand in onze entourage heeft toen beslist van, wat als ik nu
een keer like in de voetbal zou streken op het podium en het podium zou overlopen. Maar mijn gezicht bedekken met mijn eigen short. En die heeft dat toen gedaan. In zijn naki. En wat ook heel grappig was, was dat al die mensen in het publiek begonnen zo plots zo. En die DJ, Lazy J, dacht zo, wow, ze vindt het mega nice. Maar zo om de achteren. Dat was wel goed, dat dan gewoon niet door eigenlijk. Nee, en dat was wel goed, want dan kwam hij beneden gewoon terug naast ons staan zo met zijn shortere aan. Zo. Ja, ja, ja. En waarom loopt al die security? Ja, de security was echt zo... Oh, allee, dat was wel heftig. Ja, dat was wel leuk. Oh, ik heb ook wel nog een goeie. Ja, wel, maar ik ging zeggen, ik vind het een goed begin. Hoe start het? Maar het is niet van jullie twee, dus daar ben ik nog een klein beetje teleurgesteld in. Ah, ja, oké. Dus als we nu, mocht er nu gerust nog één vertellen? Ik heb nog één, maar misschien komen we op nog. Ja, we komen zeker op nog. Geen zorgen. Ik heb hem sowieso al een keer verteld aan iemand, maar op Pukkelpop was er... we zijn alle twee groot fan van James Blake. Mm-hmm. En we stonden in de backstage. En plots zie ik James Blake daar staan. Met wie dat ik denk dat zijn lief is. James Blake, zo de meest schuchtere gast. Maar het zat er eerder zo'n fan. Ja, of was zo'n fan. Van, ja, het is een fan of zo. 2012, denk ik. Dat was maar hij is inderdaad zelf ook iets heel timider en ja, heel schuchter. Ja, ietsje later. Ja, 2013 hebben we gespeeld. 13, daar, ja. En ik zei tegen Janus, ik wil een foto vragen. Maar Janus zei, ja, gaat dat gaan vragen. Dus ik loop naar James Blake en ik zeg zo... Ik ben echt een grote fan. En dat meisje staat er like, zo bezig. En ik zei zo, ja, maak ik een foto met u? En ik vraag aan haar, zie jij dat misschien zitten om die foto te trekken? En zei, ja, zonder probleem, ja, ça va. En ze neemt die camera. Ik heb zo'n klein gevoel van welke richting dit verhaal kan uitwaaien. En ze trekt zo'n foto en wij staan daar. En nog een keer... Merci, hè. Ik zeg zo, merci, ja, ik geef zo die camera. Maar ja, ik had zoiets van, ja, ik heb een foto met James Blake. De rest doet er mij echt niet toe, dus ik ga weg. Mag ik raden, die vrouw was wellicht ook heel bekend? Wel, en zeker toen was die echt on top van heel het festival. Was ja. KTB, dat was echt zo vrij groot. Maar toen was die echt vrij groot. Ja. En hij kwam naar ons. Hij zei, fuck, had echt net KTB gewoon... Gewoon echt geditcht en echt lit in de zak vuil. En ik zo, wat? Wie was dat? Wie was dat? Ik kan je niet zien. Voilà, ja. Dus, dat was wel even gênant. Ja, ik voelde hem komen, maar goed verhaal wel. Ja, okay. We hebben ook ooit een keer de slechtste show van ons leven. Dus we hebben al gezegd, we hebben nooit meer ging over praten. Dus maar we hebben wel een herkansing. Zullen we het even laten rusten? Zullen we straks misschien over praten? Maar nog eens iets positiefs aan het halen. Nog eens proficiat met de Mia. Dank u. Die jullie begin dit jaar hebben gewonnen voor Dance. Waar jullie zelf heel verrast door waren. Mm-hmm. Want jullie zaten bij de genomineerden samen met Dimitri Vegans, Like Mike, Lost Frequencies en Reggie. Mm-hmm. Yes. En dat was het Compact Disc Dummies die wonnen. Mm-hmm. En dan werd het ook een heel bijzondere vertoning. Ja. Dat was een wenschap. Maar hadden jullie dat echt nergens verwacht of nee, gehoopt of een klein sprankeltje? Nee, want onze manager had echt gezegd van... Ja, er is toch kans dat je wint. En wij zo, dus breid tenminste een speech voor. Dat was zo wat hij gewoon zei. Wat de manager ook moet doen. Voilà, zeggen, maar wij hadden... Voilà. Hij wist voor, het eigenlijk. Hij wist het stiekem, maar hij kon het echt niet. Ja, dat was zo van, hij had het al zo horen waaien. Zo 5 minuten dus daarom ervoor zei of zo. Ik zo bereid iets voor. Het ding is ook... Dus ook gewoon mensen van de Mia's die denken, we gaan het even aan die manager zeggen, zodat die twee echt wel is. Ja. Maar dan zit er dan ook vol kava of champagne. Champagne. En dan, wat je denkt toch, we gaan toch niet winnen. Als het dan er niet. Daar zo, ja. En dan gebeurt dat, dan duurt een koprol en dan... Dan heeft je een rare speech. Bereid je veel mensen te bedanken, omdat je daar niet op voorbereid bent. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo erg, want uiteindelijk... Buiten de mensen die bedankt worden, heeft niemand anders daar iets aan. Nee, en dan heb je gewoon een vrij saai moment. Dat is ook wel eigenlijk voor een beetje show gezorgd. Voilà, het is dat. Ja, is ook goed. Ja. Want eigenlijk heb ik ook zoiets van, het is ook dwaas. Oftewel zijn het dan veel lange bedanking. Oftewel doe je zo alsof dat je niets doet. Zo. Ken het zo? Ja, cool zijn. Ja, zo heel cool. En dan denk ik, ja, maar het is toch leuk. Wat wij deden. Nee. Maar... Wel echt zo tussen. Ja, laat het tussen. Nee, het was gewoon totaal overgesteld. Ja. En... Dance winnen, vinden jullie dat terecht? Voor jullie zelf? Maar ik vond dat wel grappig. Het is ook gek omdat je dan... het is tof als je niet in een kotje past en dan is het zo dance en dan denken alle twee zo van...
Ja, oké. Okay. Ja, met zo'n shows komen er dan altijd blokjes aan te pas die een beetje moeilijk zijn. Ja, ik denk dat het misschien moeilijker ging geweest in een alternatief of zo. Ja, het is dat. Dus het is gewoon zodanig verrassend dat dance was, dat zoiets want was. Eigenlijk is het... Oké, tof. Ja, maar het maakt ook niet uit. En ik denk, doordat wij zelf ook echt niet met die kotjes bezig zijn, maakt ons dat ook echt niet uit. En ik denk dat de andere drie kandidaten gewoon veel dichter bij elkaar lagen dan dat wij erbij lagen of zo. Of dat liggen. Sowieso wel, ja. Ik weet niet, niet wat dat dan ook wil zeggen, maar dat gevoel heb ik wel. In de zin van, zij behoren wel meer tot dezelfde soort poelen of dezelfde fanbase misschien dan wij. Ja. En nu met deze plaat, volgend jaar nog een Mia of... Ja, als er Mia's gaan zijn, natuurlijk. Op een of andere manier. De screen Mia's. De Zoom Mia's. Dan gaan de bedankingen sowieso nog saaier zijn. Ja. Toch? De Zoom Mia's, ja. De Zoom Mia's. De Zoom Mia's. Dat klinkt nergens. Nee, het gaat niet goed komen, maar dat gaat worden. Ze zijn nu aan het kennen zijn. Ja, dat gaan we doen. We waren nu begonnen met een beetje biechten. Mm-hmm. Dus ik heb nog wat meer biechtvragen, een soort van dilemma's voorbereid. Ja. Die ook wat over jullie verhouding gaat, als broers of als twee. Top. Ik zou zeggen, wijs gerust naar de persoon die het antwoord is op de vraag. Ja. Of zeg het. Wie van Compact Disc Dummies heeft het meeste talent? Wow. Ze wijzen allebei naar elkaar. Nice. Oh, zo lief. Maar eigenlijk wel die naar zichzelf wijzen. Dat is niet waar. Nee, echt niet. Nee, maar weten we dat het is? Dus we vullen elkaar aan op een vlak dat we denken van... Ik kan dat vrij goed. Gewoon zero geen, omdat je het zelf niet zo zeker. Goed voilà. We zijn echt... Ik denk dat wij altijd verbaasd zijn over wat dat de andere wat dat kan. De andere kan. Ja, en ben ook blij als die bijvoorbeeld faalt in hetgeen dat ik wel goed. Dat moet je ook wel zeggen. Dat wordt bevestigd in je waarde voor de groep. Tuurlijk. Nee, vroeger was ik daar wel echt bang voor. Dat als ik mijn broer uitleg ging geven over hoe dat je Ableton moest gebruiken, dat hij dat gewoon mij niet meer ging nodig hebben. En nu is dat zoiets van... Ja, ik niet... heb hem gewoon nodig op alle vlakken. Het is niet tof als de andere ineens alles even goed kan, als dat je het zelf kunt doen. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Maar en je valt mij dan aan op andere dingen. Ja, en zelfs dan nou denk ik... Allee, like gewoon de... Denk, zelfs al omdat je een andere persoon bent, heb je al een andere aanvulling op elkaar. Mm-hmm. Of hoe dat je dingen maakt en zo. Dus... Mm. Ik zit daar ook niet mee in dat dat... Dat een competitie is of zo. Mm. Dat dan een... Het is ook niet dat wij echt in de studio zitten, heel afgeleid van... Hey, maar hij mag nu wel zeker niet dat doen. Of, ja, nee. Allee, verstaan. Dus we hebben zelf liever dat... Ja, het is een beetje competitie van maken misschien. Wie werkt het hardst van jullie twee? Wow. Alle twee doen ook even andere dingen, dus ja. Wie werkt het hardst? Geef toch maar een antwoord. Alle twee even weinig. Dat kan ook. Ik ga alweer naar Janus wezen. Maar ik wil Lennart zeggen... Dan moet je naar mij wezen ook, hé. Ik wil Lennart zijn, omdat hij de laatste maand wel echt intensief werd. En daarvoor niet? En daardoor heeft hij daarvoor minder. Dit is het begin van gewoon, een split van kop. Ik ga gewoon in periodes. Denk dat is. Ja, dat is wel waar. Ik ben en bij zo, mij is het ook... In de periodes dat jij hard werkt, is bij mij zoiets van... En ik zet wel Janus aan tot heel hard werken. Ja. Dat is wel waar. Ja, al die, goede aanvulling weer, want er komt eigenlijk heel te maar als we in de studio zitten, is die wel zo... Ik ga koffie aanzetten, maak maar dat het gefixt is. Nee, dus dat is wel... Ik ben daarin heel... En dat is weer over het feit van... Dat zo, het ideeproces, en dan kun je zo een hele nacht doorwerken op dat idee. En dan, als het gebeurt van... Ah ja, Dine Sint-klank moet nog een beetje, dan zeg ik, fuck off, ik ben weg, ik ga koffie gaan zetten. Dat is wel... Ja, maar dat is eigenlijk, op één dag hebben we evenveel gewerkt. Ja. Wie maakt er onstage de meeste fouten? Ik wil zeggen, ik, omdat ik ze al een paar keer gefaald heb, dus eigenlijk... Nee, weet je wat dat is? Ik maak de meeste fouten. Maar ze zijn minder hoorbaar. Maar ze zijn minder belangrijk dan dat als hij een fout maakt. Dat is waar. Dat is het ding.
Wat zijn dan bij u, Lennart, de meest voorkomende fouten? Oh, zo'n foute noot spelen, mijn tekst gewoon vergeten. Ja, tekst, dat is een klassieker bij zang. Ja, maar dat is vrij erg bij mij. Ik moest soms kijken naar het publiek. Zelf van dat ik moest zingen. Als we het even mogen zeggen, vandaag ook even, denk ik. Ah, is het? Ja, dat kan wel. Ah ja, ik heb mijn tekst opgeschreven. Het was even nodig. Het zijn nieuwe nummers. Het zijn nieuwe nummers. Dus en dan doe ik zo... dan denk ik zo moeilijk schrijven. Ja, als ik ze schrijf, denk ik dan zo... Ah, maar ik kan gewoon iedere refrein hier een beetje anders doen. En nu denk ik zo van... Dude. Waarom? Want live kun je daar nog mee wegkomen met gewoon na of whatever. Ja, nee. Maar in zo'n sessie de fans dan... weten dat ze beter dan hij, maar dat het juist een tekst is. Ja, dat is waar. Janus, wat zijn dan bij u de meest voorkomende fouten? Of wat zijn de ergste fouten die al gebeurd zijn? Ja, vertel het. Meestal zijn de fouten die ik maak door bijvoorbeeld een foute noot aan te geven, maar die blijft dan gewoon 6 keer opnieuw herhaald worden. Als hij een foute solo speelt, is dat 1 keer en dan meeste fouten zijn er in een bak. De andere, de computer. Dat is gewoon... Ja, want natuurlijk, als het inderdaad zo elektronisch speelt en stuurt, als het een loop is die je begint... Miserie. Computers zijn gewoon altijd miserie. Ja. Maar nee, dat is echt waar. Begint er niet aan. Mensen die in een band willen starten, beginnen niet aan computers. Maar ja, jullie kunnen nu niet meer zonder. Nee, wij kunnen niet meer terug. Wij kunnen niet meer terug. Maar doe gewoon voor live. Daarvoor gewoon gitaar en drum. Ja. Hou het simpel. Ja, ik wil heel graag vrij goed piano kunnen, dat kan ik niet meer nodig. Nou, gewoon allemaal akoestisch. Dat ik 6 noten tegelijk kan spelen. Maar ja, daar red je niet. Dus dat gaat dan niet. Wie is het koppigst van jullie twee? Ekke, denk ik. Ja, hij moet wezen, hè, want anders verklapt het al. Ja, maar dat mag ook. Ja, dus is waar. Maar hij eigenlijk ook een beetje, maar op maar een andere manier. Hij zei wel echt de koppigste. Ja, ja. Als er iets in je hoofd zit... Dan zit het niet in je hart, zeggen ze bij ons. Ja, dat is het inderdaad. Ja. Is dat dan over ideeën of als er dingen veranderd worden? Nee, of gewoon als er zoiets is van... Ik ben niet akkoord of ik vind dat wel of niet, dan... Maar soms kan hij dat ook niet communiceren en dan is dat een soort van blokkage in zijn hoofd. Hè. En dan blijft het ook gewoon bij... Nu is ik vind het psychiatrische en... Maar ja, nee, wel meestal... Allee, als we dan denken over nummers, dat ik echt niet akkoord was in dat zaal, dat ik zei van, dat gaan we echt niet doen. Zwij. Mm-hmm. En dan 2 dagen later hebben we het toch gedaan. En dan denk ik van, godverdomme. Dat is misschien omdat je meer vertrouwen in mij begint. Dat zou ik niet durven zeggen, maar wel omdat ik dan achteraf denk. Want het is ook al geweest dat we alle 2 iets hadden. Oké, het was dat niet, maar kijk, we hebben het geprobeerd. Nu zijn we misschien meer van, we gaan het proberen. En vroeger zeiden van, resoluut, nee, we gaan toch niet... Dus ben minder koppen. Ja, over de jaren heen. Ja. Maar jullie hebben toch, zoals je zegt, toch keiveel vertrouwen in elkaar. Ja, ik denk Ja, sowieso. Maar ik denk inderdaad bijvoorbeeld dat... dus dat hij gewoon bepaalde principes, denk ook muzikaal, had hij misschien hem... Like, Ik wil misschien een rapper een keer zo de sloophamer erin leggen van een keer te zien van wat komt eruit of wat zo. Muzikaal dan, hè. En ik denk dat Janus wel zoiets heeft van ja, maar ik weet dat dat werkt. En hij denkt dat dat anders ook werkt, maar dat is eigenlijk niet zo. Zo. Zoiets. Uitdagen, hè. Elkaar uitdagen. Ja, dat is wel belangrijk. Hè. Wie is het echte genie van Compact Disney? Het zijn gewoon altijd dezelfde vragen. Ik denk gewoon omdat jij met goede demo's komt, vind ik dat het genie, maar is dat... Compact is eigenlijk dan mezelf. Eigenlijk is er niets geniaals aan wat dat we doen. We zullen zijn de drummer. De drummer. Eigenlijk is er niets geniaals aan wat dat we doen, maar we kunnen het misschien op een manier brengen dat mensen wel dat lijkt vinden. Alsof dat... Voilà, dat lijkt. We zijn heel goed in verbergen wat dat we niet zo goed kunnen. Waardoor dat we heel goed zijn in het uitvergroten wat dat we wel goed kunnen. Nee. Waardoor dat soms geniaal lijkt. Wat kunt je muzikaal niet dat je wel zou willen kunnen? En van mij weet je het nu al. Hè? Ja, Janus wel. Ja, ik wil vrij piano en gitaar. Allee, of denk ik wel meer zo akkoorden iets, en zo ik wil gewoon kunnen schrijven als in... Allee, we gaan een keer een nummer spelen en ik ga dat helemaal zelf schrijven. Mm. Ik was zo... Ja, ik ging zeggen Ringo Starr zijn, maar ik had nu ook al kunnen drummen. Wil je Octopus? Nee, dat was ik dan aan het denken. Nee, dus dat is bij mij, denk ik. Wat was nu de vraag eigenlijk? Wat kun je niet muzikaal, maar zou je wel kunnen? Ik wil heel graag nog ergens wat muziek leer bij doen, maar als echt in van akkoordenschema's, bepaald piano ding. Eigenlijk gewoon te weinig muziek. Eigenlijk te weinig muziek. Allee, ergens zijn dat ook onze sterktes, maar ik denk zo, als ik soms zo wat conservatoriumgasten
beest zie, dan denk ik, ja, ik zou er toch ook wel nog iets meer van wel weten. En trompet, dat ben ik nu ook zo wat ben doen. Dat is wel leuk, zo moest ik dan. Maar vergeet het wel. Vergeet, ik heb niet zoveel tijd om te oefenen. Ja, ja. Goed, we zullen zien. Hè. Ja. Tijd genoeg blijven proberen. Hebben jullie ooit iets gestolen van een andere artiest? Een ding. Nu gaat het komen. Ah, bedoeld fysiek. Of fysiek of muzikaal. Ik was aan het denken aan materiaal. Het kan, als dat gebeurd is. Eerder per ongeluk hebben we een keer iets. Met een keer een gitaarstatief meegerept. Statief, dat is nog niet zoveel. Maar dat was niet van een artiest. Dat was van die stage. En ze waren heel arrogant. Dat moeten we even zeggen. Willen jullie benoemen wie en waar? Dat was in Holland, maakt niet uit. Maar we moesten heel vroeg stoppen. Er was eigenlijk alle andere bands waren in retard gegaan. En wij hadden iets van, ja, maar we mogen nog 5 minuten spelen. Ja, ja. En dan was dat plots gedaan. En dan was het zo van, ja, dan pakken wij die gitaarstatief mee, ja. Ja, ja. Voilà. Bitches. Nee. En dan wel iets te doen, muzikaal van een ander artiest? Waarschijnlijk wel. Sowieso. Ik heb al een keer gehad dat ik zo een nummer maakte. En dat ik zo zei, zo, oh, nice, hé. En dan dat ik zo mensen net zo, maar het is gewoon dat. Zo, allee, meen je dat nu? Ik denk dan zo, kijk, iets geniaal, maar dan voel je al ergens van, het is echt te goed voor waar te zijn. Ja, ik herken het ergens precies. Ja, en dan is het gewoon stoel. Ja, ja stoel. Maar ik denk, hebben we anders nog veel? En welke keer... Volgens mij is al veel van ons gestolen. En welke keer... Ik heb wel nog één grappig verhaal. Dus op de warmste week... had ik me stotten vergeten om Rotatom drum solo te doen. En dan heb ik gevraagd aan de drummer van Blackwave, mag ik je stot een keer gebruiken? En die zo, ja, ik ben echt grote fan. Hij moet dat gebruiken. Zijn net zo. Het zijn net nieuwe, maar gebruik maar. Zo. Zo. En wat ik altijd doe, het einde is zo spelen en dan een stok in het publiek smijten. Dus ik zo, boom, einde solo. Ik zo, oh shit. Die stok. Waar is die? En ik zei zo, ja. En hij zo, hij mist toch nog. Ik zei, ja. Eén. En hij was echt, hij was er niet content mee. Dus ik moet hem nog altijd stokken teruggeven. Het was voor het goede doel. Hey, misschien, mega zijn moet hier toch ook nog spelen. Ja. Misschien moet ik ze achterlaten. En wel. Laat ze toch een dat is echt ene, een goed idee. Ene dan achterlaten. Ene. Misschien moet ik vragen aan onze drummer. Eerst ook even van hem stokken, man. Een heel specifieke biechtvraag. Zijn jullie gelukkig? Zijn we gelukkig? Ik kan zeggen ja. Oké, is goed. Ik denk gewoon met hoe dat... met hoe dat misschien corona of zo... zal mij misschien wat minder gelukkig gemaakt hebben. Omdat ik iets had van... Beste festivalzomer ooit. Dat gaat geniaal worden. Ja, en tuurlijk. Dat wegvalt. Maar ik denk over het algemeen... Ik ben blij hoe dat de plaat gaat. En persoonlijk ook. Denk ik. Maar voor mij is het, als ik erover nadenk, van wat dat we eigenlijk van positie hebben, in de zin dat we waren er onlangs nog over bezig. We hebben alle twee nog nooit iets anders van job gedaan dan muziek gemaakt. Mm. Ja, dat mogen we niet zeggen, job. Volgens de zevende dag is het... Is dat geen job? Ja. Wat is het dan? Omdat we zijn van... Ah ja, ja. Ze zijn dan van, moeten jullie dan nu een echte job gaan zoeken? Ja. Die vroegen dat in de zin. Ja, moeten jullie dan nu een job gaan zoeken? Een lichte teneur in de vraag. Een beetje, man. Ja. Echte job. Maar, nee, wij zijn heel dus blij dat we zo mensen vragen stellen is geen echte job. Hè. Als je muzikant geen echte job noemt, is dit ook geen echte job. Nee, is waar. Maar het ding is dat we ons daar wel echt... je ziet toch veel mensen dat zo... Ja, ik weet niet, dat gewoon geen wijze jobs kunnen doen of zo. Mm. En oké, we hebben er al vrij hard voor gewerkt. En mensen zien ook altijd maar de goede kant misschien. Mm-hmm. En er is heel veel... om daar te geraken is het ook heel veel. Maar we zitten wel op een moment dat we hebben een goede relatie onderling. We hebben een wijs team rondom ons. We wonen waar dat we het fijn vinden. We hebben een vriend, dus... Ik denk wel dat we op dat opzicht geen reden tot klagen en zelfs.
denk dat we iets ongelukkiger zouden zijn, moesten we 9 to 5 achter een bureau moeten zitten. Ja, dat moeten zou ik zitten. Gewoon niet aankunnen. Nee, dat zou ik ook niet gaan. Ja. Dat ik denk dat dat gewoon voor ons ik heb echt respect voor mensen die dat wel is, doen en kunnen. En ik vind dat allemaal vrij goed dat die mensen dat ik doen. Heb wel nooit gedacht dat muziek zo'n grote rol ging spelen in mijn leven. Als in 6 jaar geleden. Toen dat ik dat is een hobbytje. Een beetje muziek maken. Mm. Blijkt dus dat... Je bent ook gegroeid daardoor als persoon, denk ik. Want ik denk dat je een geslotener persoon ging zijn als... Tuurlijk, ik ging een uber-nerd zijn. En nu kom ik nog een beetje onder de mensen. Omdat een beetje. Ik moet, een cool omdat ik moet, ja. Ja. Dat je verplicht moet gaan babbelen over alles en zo uitleggen over je leven. Het is dat. Van die lastige vragen allemaal. Ja. Maar ik denk dat maar, wel, gelukkig zijn is wel moeilijk, vind ik. Ja. Allee, het is om, wel ook iets dat je moet meestal werken. Kun je het pas achteraf zeggen of dat je gelukkig werd. Denk ik over die periode. Denk op het moment dat zelf. Zoals is iedereen geldt, dat je dat moeilijk in het moment kunt zeggen. Tuurlijk. Maar ze zijn altijd, gelukkige mensen brengen geen geld op. Want een gelukkige mens... Wegsfeer. Een gelukkige mens heeft niets nodig. Ja. Voilà. Denk daar maar een keer over na. Zeker. Even over nadenken. We zijn alle drie zeker gelukkig vandaag omdat jullie ook live nummers hebben gespeeld. Vandaag, I Remember, had het al over. On Repeat ook, de opener van het album. En ook Matter of Time. Waarom die drie? En zeg nu niet gewoon omdat dat de singles zijn van nu. Nee. Dat zijn wel... er zijn er twee die we al een paar keer hebben gespeeld. Ja, ik denk vrij bepaalde nummers van het album. Dat zijn er, dus I Remember That No Repeat hebben we al een paar keer gespeeld. Dus dat was wel zo van... Oké, die zitten er wel al in zo. Matter of Time wilden we dan doen, omdat een was dat we nog niet hadden gedaan. Dat was zo een nieuwe, zo een vrij moeilijke ook om te spelen, omdat het zo een heel vol nummer is. En de tekst bij Matter of Time het was bij Matter of Time dat het dan ik hem moeten opschrijven. Ja. Maar het is ook denk ik omdat de drie meest uiteenlopende nummers, allee, toch niet zeker, uiteenlopend, maar jowel, voor qua, ons ja. Allee, qua energie zijn ze wel gelijkend of zo, maar omdat ze bij On Repeat zit je met zo die 70s intro. Dan zit je met die Matter of Time zo die iets meer poppy is. Ja. En dan zo die elementen. Heel vol. Dus dan denk dat daarmee... was zo wat meer een stamper. En dan... wat ook grappig was aan Matter of Time is... sowieso het nummer waar dat we het langst aan gewerkt hebben. Ja. We kennen een demo van Matter of Time van 2016. Die al redelijk... dat nu is. Het heeft heel veel gedaan. Maar het heeft zoveel gedaan. Het is een ding. En zo nu om dat live te spelen, dat is zo moeilijk omdat dat zo vol zit. En je wilt zo... Als je één element eruit haalt, steek het zo in elkaar en zo. Terwijl voor het I Remember is zo... Dat is de melodie en dan de drive en dan komt het er zo. Wat was de leukste om te doen vandaag? Ik denk de laatste. Vond ik wel, ja. Dat is net een vrij wezen altijd, omdat die opbouw klopt zo. En dat we ook direct, als we dat op de plaat zetten... Dus dat is ook een nummer, op de plaat duurt ook 5 minuten. Ja. En want zoiets van, ja, maar dat voelt eigenlijk zo... Een live nummer op een plaat. Ja. Zo. Dat is echt zo... En zeker dat ene, dat blijft dan zo gaan. En dat is zo heel... Allee, dat is geen single edit of zo. Dat is echt zo de opener van de plaat. Dus ja, origineel was die natuurlijk nog iets langer. Nog lang, natuurlijk. Maar ik denk dat dat daarom ook zo'n leuk is om live te spelen. Omdat dat zo... Die opbouw klopt like, gewoon. Ja. Ja. Ja, het zat ook qua alles van licht en productie ja, bij. Ja, dat is altijd ook leuk. Wel ja, het is zeker. Heel tof nu. Ja, zeker. Het was een fijne ervaring setting hier. Ja. Waar is het vandaag het moeilijkste geweest in de nummers spelen? Ja, Matter of Time is de nieuwste, dus die hebben we nog niet zoveel gerepeteerd. Ja, maar... eigenlijk te weinig aan de nieuwe merk. Dat is een beetje gewoon extra repetitie van. Ja, het is dat. Maar die wilden we wel graag, heel graag doen. Ja. Maar daar zitten natuurlijk de meeste een beetje op de chicken dan. Hè, ja. Omdat het al een moeilijk nummer is. En ook omdat je hebt nog een keer gespeeld voor een reactie van het publiek. Nog ik heb geapplaudisseerd dat. Ja, dat was we merken wel van als we een nummer live spelen, dat de dynamiek toch anders brengt. Of dat de nummers krijgen ook een eigen leven live. Omdat je zegt dan van, we gaan dat aanpassen. Dat is super wijs. Terwijl dat we nu voor de eerste keer zo Matter of Time gespeeld hebben met ons drie. En dat was zo... Ja, misschien hier nog. Beetje anders. Maar wat dat zo inderdaad is, een nummer begint echt te leven voor een publiek. En
die nummers veranderen ook pas als je dat voor een publiek doet. Er is zo soms direct door van... Dat werkt dan ook, moest dat gewoon niet. Daar nog een beetje langer. En dan komt dat volledig goed. Ja. Of dat stuk moet eruit. Of, ja. En dat is wel jammer dat dat nu niet met een echt publiek kunnen ervaren. Ja. Gaat nog in de toekomst sowieso komen. Sowieso. Zeker in de drie sessies natuurlijk te zien op het kanaal van Holy Shit. Alle drie bijzonder de moeite. Nog eens verder naar de toekomst kijken. Wat zijn voor jullie de doelen? Of wat is het doel in het kort van Compact? Denk, we zouden wel blij zijn als we gewoon weer wat nieuwe muziek kunnen maken die ons zo allebei verrast. Dat we niet zo weer iets maken dat we al gemaakt hebben. Zo. Want ik denk dat we wel tot een punt zijn gekomen van oké, dat hebben we onder de knie. Die elementen hebben onder de knie, dus dat willen we zeker niet meer doen. Zo. Daar ben ik gewoon vrij benieuwd en kijk ik vrij hard naar uit om gewoon en dan de clubshows, muziek, he, gewoon... Als we dat zo kunnen doen, dat is gewoon korte termijn. Paar shows na elkaar, gewoon zo. Weer live kunnen spelen. Ja. Maar dat is... Allee, we hebben nu voor de eerste keer een tour die gewoon bijna alle zalen waren gewoon uitverkocht. Dat was gewoon een droom dat al zo lang had. Dus als we dat zouden kunnen doen, zou dat wel fantastisch zijn. Het gaat sowieso weer in orde komen. Ja, maar het gaat toch gek zijn. Het gaat sowieso weer aanpassen zijn. Is er dan nog een andere specifieke droom die jullie hebben op dit moment? We willen wel nog een elektro-opera schrijven. En dan een keer met de Giorgio Moroder in de studio zitten. Dat zou ook tof zijn. Zoiets? Zoiets. Zo, dus, maar dat is nog minimaal. Of zo gewoon zo'n een legendary avond. Zo uitgenodigd worden op zo'n een legendary studio sessieavond. Met zo al de grootheden. Mm. En dan gaat iedereen zien dat ik toch geen piano kan. En dat maakt niet uit. Jean-Michel Jarre gaat wel spelen. Moet hij dan maar wat. Je gaat er wel iets doen. Ja, het is dat. Maar hij was ik zou dat toch een beetje anders opnemen. Ik denk dat het met jullie sowieso wel goed komt. Met Compact Disc Dummies in de toekomst. Laat ons hopen. We gaan ons blijven amuseren. Om vandaag te spelen. De nummers van de nieuwe plaat. Live Neon Fever Dream. Uitgekomen op 15 mei. Exact. Nog altijd te checken en te kopen natuurlijk. Zeker. Lendert Janus, merci. En tot de volgende keer. Ja, dank u. En tot snel. Voilà. Een afstandsknuffel. Afstandsknuffel. Hey. En nu het chicste van al. Leukste van heel naamd. Opruimen. Zalig. Kijk, ik draai weer helemaal naar uit. Hij had een plaat mee. Shit. En hem mee? Ja, al dat je kon hem hier een uur lang. Ja, blijkbaar. Oh, je moet wel nog een keer in beeld zijn. Je moet hem vasthouden. Ah, moet ik hem vasthouden. Ah, voilà. Dus gelukkig. Voilà, een prachtige Neon Fever Dream. Waar ook echt zo'n heel soort uitgebreid verhaal bij hoort over Neon Fever Dream en de hoes en dit. Dat was een heel lang verhaal. Kun je allemaal lezen, hè? Zoek het eens op online. Neon Fever Dream. Compact Disc Dummies, nog eens bedankt. Graag gedaan. Heel graag gedaan. En geen 4 jaar wachten. Ja, is goed. En 3 jaar. Voilà, bedankt om te biechten. Ja, bedankt om hij om te biechten. Ja. All right. Kut. Hey! Merci, boys. Merci.